Het STEM in Sint-Niklaas pakt deze zomer uit met een unieke tentoonstelling rond grafische kunst, Hanga. Het is dus de printkunst, of beter gezegd de hedendaagse printkunst. En het is een contact of een uitwisseling tussen Japan en België. Een 50-tal Japanse en Belgische grafische kunstenaars exposeerden eerder al in Kyoto en Tokio. Dat de kunstenaars nu Sint-Niklaas uitkiezen om hun nieuwe werk te exposeren, heeft zo zijn redenen. In de jaren 70 had Sint-Niklaas een geweldige reputatie met grafische tentoonstellingen en zelfs heel wat galerijen hier in deze omgeving. Intussen tijd is dat een beetje verwaterd, maar we hebben een gerenommeerd, wereldwijd vermaard internationaal ex libris centrum. En dus nu heeft de stad voor zich toch wel de ambitie genomen om een eigen identiteit op de kaart te zetten, zeker op cultureel vlak. Hoewel de grafische kunst, mede dankzij het Ex Libris Centrum, in de genen zit van Sint-Niklaas, zijn velen er toch niet zo mee vertrouwd. Maar onbekend is onbemind. De hedendaagse grafiek verrast. De grafiek is eigenlijk heel interessant, heel divers. Er zijn ook heel wat hedendaagse kunstenaars die ook met grafiek nog bezig zijn, zoals onder andere Luc Tuymans. En dat is ook iets dat we hier willen brengen. We tonen niet alleen de plaatjes, die trouwens ook heel erg mooi zijn, maar er is bijvoorbeeld ook 3D-werk, er zijn installaties, ook videoprojecties. Het is heel divers, dus voor iedereen zit er wel iets interessants tussen. Het is zomer, dus een extraatje mag zeker. In augustus kan je elke donderdag hier sushi komen eten in onze Japanse tuin. In het kader van Moederdag kan je hier ook een Japanse theeceremonie komen houden. Kan je kinderen meenemen. Zij knutselen dan ondertussen. Misschien wel iets voor Moederdag. Er is een Japans filmfestival. En uiteraard zijn er ook grafiek workshops die plaats zullen vinden. Hanga opent de deuren nu zondag 29 juni. De tentoonstelling loopt de hele zomer lang tot begin oktober.